Ja, ik was onderweg naar mijn boot hier in huis waar. Nee, niks aan de hand hoor. Ik Wat vind is gewoon. dan al dat gele hier? Ik ga gewoon een tijdje onderduiken op mijn boot. Ik heb hier gewoon geen vertrouwen in. Ik hoor stemmen in mijn hoofd, denk ik. Ik weet ook niet waar Bennett nu is. Hij is niet meer. Ik moet wel dat gewoon niet in mijn hoofd zitten van. Nou, dat is gewoon te maken met dat ik mensen heb vermoord. Wat nou, ik heb werkelijk waar geen idee. Hey, Duffy. Goedemiddag, heren. Ik was net onderweg naar mijn boot. Oh, wij waren namelijk op zoek naar jou. Op zoek naar mij. Oh, nee. Hoezo op zoek naar mij? Het regent. Ik wil net naar mijn boot gaan. Er is niks aan de hand hier. We wilden graag even een gesprek met je. Moet dat echt nu? Ja, dat moet nu, ja. Waar? Het liefst bij je huis. Nee, dat. Maar kan dat niet hier? Nee, Oh. we doen het beter maar bij je huis. Waarom zijn jullie met z'n drieën? Als jij met mij wilt praten, kan het toch ook gewoon alleen? Ja, ze wouden graag mee, dus. Oké, nou, het moet dan denk ik maar. Kom maar mee. Oh nee. Ik heb ben net een dag terug neergeschoten. Nu komen ze. Nou, ja, nee, kom lekker mee hoor. Niks aan de hand verder. Helemaal niks. Waar gaat het gesprek over? Ja, dat zeggen we daar wel. Maar, oké. Ik heb ook gewoon allemaal wapens op zak allemaal. Beter gaan ze me niet fouilleren op het moment. Maar goed, ik heb niks te verbergen. Ik bedoel, het enige wat ik heb is dat ik ben net in mijn hoofd nog af en toe volgens mij. Maar goed, dat kan. Trouwens, geloven jullie in spoken? Of geesten of iets? Nee. Nee. Niet. Oké. Nee, ja, nee, ik ook niet hoor. Oké, snel doorlopen, snel doorlopen. Komt u verder. Oké. U mag daar naar boven gaan. Oh, staat de deur open? Oh, de deur staat open. Dat vind ik. Oh. De deur stond nog open. Ik zou bijna denken dat het. Nou ja. Goedemiddag, heren. Waar kan ik jullie mee helpen? Wij vonden dat je laatst raar deed bij ons CA-gebouw, dus we kwamen hier even kijken hoe en wat. Oh, Ja. dat. Ja, nee. Ja, maar toen was ik vergeetachtig, meneer. Dat weet ik niet meer. Ik bedoel, dat weet ik wel weer, maar dat was. Ja. Je had het over een giraf of zo. Oh ja, kijk, dat is deze giraf. Ja, daar moest origineel een chip natuurlijk in van de CIA om iemand na te trekken. Maar het probleem is opgelost of zoiets, om zo maar te zeggen. Dat is niet meer nodig. Opgelost. Ja, nou, fuck. We hebben het uitgepraat. We hebben het uitgepraat. We hebben geen last meer van elkaar. En wie? Over wie hebben we het nu? Ik ga je meteen erbij zeggen. Nou, ik weet niet of het per se nodig is om namen te noemen, toch? Het is niet dat ze elkaar hoeven te naaien, toch? Met wie en wat allemaal. Nou, het liefst natuurlijk wel, maar. Nou ja, die chip hadden we nodig om Lumius te vinden. Meer Lumius, die naam, die heb ik wel vaker laten vallen volgens mij. Maar een soort van tussenpersoon, daarmee was meer een probleem, dat is opgelost. Oké, ja, ik vind het nogal raar, want je kwam daar voor een chip in je giraf en nu is het allemaal opeens opgelost. Ja, dingen kunnen snel gaan, hè? Dat is vast ook wel bij jullie soms met onderzoeken dat in één keer iets snel is opgelost. Of zoiets. Dat klinkt ook wel een beetje zenuwachtig. Nou, ja, ik was onderweg naar mijn boot hier in huis waar. Nee, niks aan de hand hoor. Ik Wat vind is gewoon. dan al dat gele hier? Nou. Ja, dat lijkt alsof hier gekke dingen gebeuren, maar dat heeft dus die Lumius of zoiets gedaan. Ik kijk hier buiten, even kijken waar heb ik die dingen hangen. Kijk, dit is eigenlijk waar ik bij zit. Dit is een banner van zeg maar de groep waar ik bij zit. Gewoon een gezellige groep, om zo maar te zeggen. Herkennen jullie hem? Nee, van wie is deze groep? Dit is de raad van Elios. Dat is gewoon een gezellige groep. Ja, we komen af en toe een keer bij elkaar en we drinken wat en zo allemaal. En dan heb je dus ook die Lumius, wat ik zei. En die heeft dus die is van dat gele. En ja, die hangt dus overal dat gele hier heel de tijd op, want die zit mij een beetje dwars. Dus er hangt overal geel. Nou ja, hij probeert een soort van zijn territorium of iets te maken hier. Ja, daar kan ik ook niet zoveel aan doen eigenlijk. Maar waarom heeft dit dan gemunt op jou? Oh, het regent. Laten we lekker naar binnen gaan. Kom verder, jongens. Kom verder. Willen jullie iets eten of iets drinken? Dus we waren bezig met Ja. het gesprek. Oh, wat was de vraag? Sorry, ik weet het niet meer. Mulimios?
Ja, wat is daarmee? Die zoek ik. Ik bedoel, waarom die zoek die ik niet. Gele banners? Nou, dat is een soort van zijn territorium wat hij wil afbakenen. Ik heb verder ook werkelijk waar geen idee. Ja, maar waarom hier? Ja, misschien. Ja, dat is misschien het verleden dat er wel eens wat dingetjes zijn. Het zijn tussengevallen tussen ons met bepaalde zaken en weet ik het allemaal. Maar dat is verder. Dat is niet om zorgen over te maken hoor. Dat is wat ik zei. Het is opgelost. Dus al je zaken zijn hier een beetje opgelost. Ja, hoezo? Wat dan? Dit is gewoon. Nou, ja, dit is toevallig dan hier in mijn huis is het zo, maar ja. Omdat je de vorige keer zo raar deed, dachten we het is misschien goed om even langs te komen. Ja, nee, ik vind het ook fijn dat jullie een soort van onderzoek of zoiets hier naar mij nu instart. Alleen ik heb zoiets van, er was gewoon een probleem, oké? Er was iets met bepaald spul wat op mij was gegooid allemaal en ik was dingen daardoor vergeten. Maar het is allemaal weer helder en het is allemaal weer thuisgekomen en allemaal weer goed. En ik weet gewoon alles weer. Dus dat is helemaal niet nodig dat jullie hier zijn. Dit is, ja, je zei het toen zelf nog volgens mij iets met, ja, weten, dan doen we een onderzoek en dat loopt weer uit op niks en dat is tijdverspilling. Nou ja, jullie verspillen je tijd nu ook hier. Er is hier niks. Echt niet. Maar je had het over net over bepaald spul. Wat voor bepaald spul? Ja, nou, er was iets met, ja, we waren aan het dol of zoiets en dan gooide hij iets op mij kapot, iets van plakkerig, ja, prikkerig spul, weet ik veel wat, ja. Waardoor jij je geheugen verloor. Ja, dat klopt, hoe weet jij dat? Jij was nogal vergeetachtig. Oh ja. Ja, nee, maar goed, ja, nee, dat klopt. Ja, ik weet ook niet wat voor spul dat was, daarom zochten wij dus ook naar die vent. Maar we hebben ze tussenpersoon inmiddels mee gepraat en allemaal, en dat is allemaal opgelost. Een soort van gepraat. Ding. Nou, is het erg als we een beetje rondkijken hier? Hoe bedoelt u rondkijken? Ik kan toch hier gewoon alles zien? Ik bedoel, je ziet hier mijn tuin, je ziet alles toch? Nou, nee, gewoon even alleen dit kamertje. Even gewoon kijken. Ja, u mag boven kijken, u mag hier kijken. Nou, ja, dat is op zich geen enkel probleem. Zolang het niet. Oh, dan word ik ook meteen in de gaten houden. Iemand, oké, nou rustig maar. Ik heb niks te verbergen hoor. Oké, een gouden tafel. Ja, dat is een mooie tafel hè. Ik heb nog een gouden tafel in mijn andere huis staan. Dat zijn de enige twee die er zijn. Mooi hè? Ah. Dat zijn heel veel waard. Dus je hebt twee huizen hier? Ik heb nog een huis hier, ja. Die zit naast het politiebureau. Okay. Dat is, ja. Oké. Ik heb niks te verbergen natuurlijk hier wat dat betreft. Nee. Dan weten wij denk ik genoeg van je, Duffy. Ja, dat snap ik. Ik snap ook niet zo goed wat hier voor de rest allemaal aan de hand is. Ja, is het niet wat wij moeten weten? Of? Nee, dat is hier voor. Ja, misschien weet je waar mijn helikopter is. Die ben ik al eventjes kwijt. Helikopter? Ja, ik heb vliegtuig, helikopter, ik ben mijn helikopter kwijt. Nee, die hebben we nergens gezien. Zullen we opletten? Dan is dit verder alles, dan heb ik verder geen. Nee, ja, nee, dit was het. Ah, oké. Okay. Dus willen jullie dan eruit? Ja. Nou, bedankt voor dit een of ander onderzoek of iets wat jullie hebben gedaan. Ik heb geen idee hoe en wat, maar. Nou, fijne dag, succes. Bedankt voor uw tijd en fijne dag. Ja, nee, graag gedaan, heren. Oei. Oké, what the fuck. Ik heb zojuist Bandit vermoord. Ik heb een soort van waanideeën in mijn hoofd dat Bandit achter me aan zit, aanwezig. Wat nou? Nu ben ik gewoon weer in mijn huis. De CIA die wil me ontvragen. Dit is een soort van controlling mind game wat hier met mij wordt gespeeld. Want zodra ik hier naar mijn huis word gestuurd, dan word ik weer herinnerd aan dat fucking Lumius. En tegelijkertijd ook dan dus ook herinnerd aan het feit dat ik Bandit hier heb neergeschoten. De CIA wil mij niet helpen met het vinden van meer Lumius en een chip in mijn giraf te stoppen. Maar vervolgens wanneer dus er iets is gebeurd met de krant van Lumius, dan staan ze in één keer meteen op de stoep en willen ze me gaan ondervragen en weet ik wat allemaal. Ik krijg steeds meer het idee en het gevoel wat ik natuurlijk ook al een keer eerder heb gehad, dat die vieze vuile mier Lumius gewoon samenwerkt met de CIA. Dat hij gewoon daar, weet ik veel, misschien wel het hoofd is of iets daar kan bepalen wat dan ook. Dat zij, ja, de onderzoeken hem allemaal maar gewoon afkappen, maar zodra er iets met hem gebeurt, nee hoor, we gaan meteen onderzoeken doen en we gaan kijken. En ze wou die ook verder rond gaan kijken. Ja, nou, er valt hier gelukkig niks te zien. Ik heb ze expres ook niet naar mijn kelder gedaan allemaal, maar ik vind allemaal maar weer heel en raar wat hier allemaal weer gebeurt. En Ik was onderweg naar Dylan en ik moet ook naar Dylan toe. Ik weet niet, hij was niet. Ik moet naar de city toe of zoiets, naar zijn villa daar. Ik moet kijken of ik Dylan daar misschien kan vinden. Want ik moet hem nu gewoon spreken en dit vertellen. Want hij is de enige die mij hiermee kan helpen.